mij gesteld. Chinezen hadden het niet meer, lachten als het Griekse, stoken elkaar allemaal aan. Die tafel, daar moet je naartoe. Die moet je hebben. Nou, ik verloor dus kansloos. Ik had gelukkig zelf ook nog een beetje een opslag. Dus ik kon hem één keer, of je dat nou met opzet deed, weet ik niet. Maar één keer kreeg ik de bal ook wat hoger terug. En toen heb ik die bal toch keihard via de tafel op zijn bast geslagen. Ja, toen had ik nog een heel klein beetje genoeg doen. Nou, wat heb ik daar nou van geleerd toen? Ik denk, ja, ik kan misschien al een heel klein beetje tafeltennissen. Maar als ik die opslag al niet eens terug kan brengen. En als ik zelf een matige opslag heb, wat wil ik dan tegen goede tafeltennissers? Je moet voordeel behalen. Toen ben ik dus gaan trainen op de service. Ik denk, ik weet niet zeker, maar ik denk dat ik de eerste was die, dat was toen 16, 17, nou dat was 1974, 1975 was dat. Pakte ik een doos met ballen en legde ik op de training naast me neer en ik ging serveren. Alleen maar oefenen op de service. En dat heeft mij uiteindelijk wel ergens gebracht. Want zonder backhand heb ik het nou, toch nog een aantal jaar in het Nederlands team kunnen volhouden. En die service die heb ik ontdekt. Nou, daar ga ik dus nog iets over vertellen. Niet zo gek gaan, denk ik, als toen hoor, die ene keer. En jij speelt ook al wat langer. Dus ik doe dus even één opslagje. Nou, dat was eigenlijk een beetje mijn opslag. Ja, dat ziet er niet zo gek uit. Ik geloof niet dat ik jou een heel makkelijk truc. En je gaat nog een klein beetje. Weet je, dat zei je net, hè? Nou, komt hier weer. Hè, toen ik nog speelde, dacht ik wil een schuifbal hebben. Dus ik serveerde heel veel met backspin. Heel veel met backspin. En omdat ik alles met de voorhand speelde, wou ik de bal ook het liefste hier terug hebben. Niet te veel daar, het liefste hier. Dus serveerde ik ook vaak een beetje zo, dit rugje, om die bal in elk geval deze kant op terug te krijgen. Achter de tafel. Hier mag je niet komen. Achter deze eindlijn van de tafel. Hier serveer je. Dit mag wel. Hier mag je wel serveren. Maar niet hier. Oké? Okay? Hey, en dan nog een keer. Dus opgooien. Beetje breng je naar achteren. En dan zoek je de bal op. En dan krijg je toch een leuk serveertje. Waar aardig wat effect in zit. Opgooien. Losse hand. Zo. Maar even door. En wie mee wil doen al, want ik zie ook mensen al omgekleed zijn, die gaat er wel mee oefenen worden. Op de service. Wie daar nou trek in heeft. Thank you.
Goedrie. Die speelt op de middelstaan. Die speelt op de middelstaan? Ja. En dan komt drie. Ik zal meteen zeggen, twee achter de tafels. Hendrik en Lucas. Speelt op drie. René en Elke. Naar binnen. Peter en Pien. Eduard en Hans. En Jacques en Arjen. Ik heb de rest van de drie bij de tafels. En die kunnen zo meteen starten. Pieter komt. Maar hij moet alleen eens naar de C1000. Of een ziekte erop. Maar in ieder geval moet hij komen. Die vind je ook. En gaan we. Ik kom even waar ze horen. Als er vragen zijn. Of als iemand er is die ze mist. Misschien wel voor de speler, maar niet op de lijst staat. Mooi zo. Ja.
Wel mijn bordjes erbij, bolbord geladen, verkeerde meegenomen. Dan had ik ook gelijk wat voor jou was. Nou, weet je niet. Hartstikke appeltaart.
Thank you.